Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian-Hans Graven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 15 hier in Mexico. De ene laatste wedstrijd van seizoen 1 gaat dus beginnen, maar heb je die vorige video in Qatar gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht worden ietsje beter op die video verschijnen. We werden daar dus 9e na teleurstellende kwalificatie, dus we hadden heel veel plekken goed gemaakt, dus dat was goed om te zien. Maar ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer wekelijkse F1 23 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. Ik heb een Gasly benaderd tot 1 punt. Dus dat wordt nog heel erg spannend voor P10 in het coureursklassement. Spoelen de tijd gewoon eventjes door. Er komen wat updates binnen. Dat is goed om te zien. Nou, hebben we dus een aerodynamica department wat we dus moeten gaan kiezen. Accepteren of weigeren. Natuurlijk accepteren, dus dat doen we gewoon. Nieuwe onderdelen dus aan de auto gezet. Pirelli Hot Lap slaan wij gewoon over. Kijken of we wat nog kunnen gaan kopen van de betrouwbaarheid bij de faciliteiten. Die schaffen wij dus ook aan. Jazeker. Kijken of we nog wat onderdelen kunnen gaan vrijstellen voor volgend seizoen. Vanwege die regulatieverandering die eraan zit te komen. En dat was het wel. Dan zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie. Voor de grote prijs van Mexico. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1. En kijken of we ook kunnen doorkomen naar het tweede kwalificatiedeel. Mexico ben ik altijd sterk op geweest. Dus ja, ik verwacht eigenlijk van wel. Ook benieuwd wat Richard Verschoren kan gaan doen tijdens deze kwalificatie. Laten we even een topsnelheid noteren. Goed gedaan. Eerste bocht kon wat beter. En we komen aan bij het einde van mijn eerste run in Mexico. Klein beetje overstuur op de exit. Russell laat de snelste tijd noteren met een 1.17.3. En wij komen tot een 1.19.247. Voorlopig een P4 op dit moment. Einde van Q1. Het is wat bewolkter geworden in Mexico. En gooien dus nu alles open om zoveel mogelijk ERS mee te nemen in deze laatste ronde. Moment oversturen op de exit, zo net. En met nog ongeveer 45 seconden op de klok staan wij buiten de top 16 om door te kunnen gaan naar Q2. Aanremmen lukt heel erg goed. Leclerc noteert de snelste tijd in Q1. Wij zitten helaas in het rood. Maar dan vinden we hier in één keer heel veel tijd goed met rood in sector 1 en 2. Maar daar pakken we gewoon bijna 3/10 op onze eigen tijd. En het is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q2. Goed gedaan. Inmiddels aanbeland bij het einde van Q2. De bewolking is weggetrokken voor de zon. Blauwe lucht verschijnt in Mexico stad. We doen het hier weer rustig aan. En kijken of wij ook door kunnen komen naar Q3. DRS zometeen geopend. Wat motorisch problemen zie ik rechts onderin. Hele goede eerste bocht, jazeker. Tweede bocht nemen wij ook goed. Derde bocht nemen wij ook goed. Vlag hangt uit in Q2. En Sainz naar de snelste tijd. Wij dus op een P16 met nog geen tijd.
moeten het hier weer goed gaan maken in sector 3. Daar iets te vroeg ingestuurd en krijgen een tracklimit waarschuwing aan onze broek. En dat is... welke positie? Een P9. Zijn door naar Q3 goed gedaan. En is op naar het laatste kwalificatiedeel met ongeveer een minuut op de klok. Het gevecht voor pole position, daar doen wij niet aan mee. We moeten gewoon een goede rondetijd zien neer te zetten. Eigenlijk een kwalificatietijd die wij moeten gaan neerzetten voor de race. Want we zijn in gevecht met Pierre Gasly voor P10 in het coureursklassement. DRS dus geopend. Nog ongeveer 40 seconden op de klok. Topsnelheid zit goed. Aanremmen eerste bocht verloopt niet zo lekker. Wat te wijd doorgeschoten en de vlag hangt uit in Q3. En daar gaan we ietsjes te wijd en dat is de muur aangetikt vol vleugelschade. We kunnen deze ronde nog gewoon afmaken. Maar daar helaas de muur geraakt. De muur geraakt in Mexico. Weg deze ronde. Weg de Q3 tijd. Herhaling wat er zo net is gebeurd. Ja, wij gaan daar te wijd. Hebben de moment onderstuur en knallen vol tegen die muur aan. En dit was gewoon een concentratiefoutje. Niet opgelet. En dat is gewoon de muur. Aangetikt. Tot twee keer toe. Dachten dus wel vanaf een P10. Een domme fout van ons. Terminale schade. En einde oefening voor ons in Q3. Geen paniek. We starten dus vanaf P10. Met geen tijd. En Verstappen pakt pole position voor George Russell en Carlos Sainz. Wij dus op P10 met geen tijd door die crash. Geen paniek, geen probleem. We kunnen het hopelijk wat goed maken tijdens de wedstrijd. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 15. In the 60s, Mexico City would be the season-ending race. That's no longer the case, but it is always a party in these parts. Welcome to the Mexico City Grand Prix. Over 2,000 meters above sea level, the altitude will test the driver's fitness and their engine's efficiency. 17 corners across a 2.6-mile circuit. Expect incredible speeds in excess of 215 miles per hour and overtaking into the braking zones of turn 1 and turn 4. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Looking at the rest of today's grid, we have Sainz, Leclerc, Perez, Hamilton, Fernando Alonso, Norris, Oscar Piastri, the Professor, Ocon, Gasly, Tsunoda, Magnussen, Joe, Hülkenberg, Albon, Bottas, Richard Vasseur, De Vries, Stroll, and Logan Sargeant. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Anthony Davidson is here once again for today's Grand Prix. The key now will be to keep in the right mindset. We've seen time and again that things go wrong if you just try and do the minimum. Not necessarily because of the pressure, but because it's different to your usual approach. They'll need to avoid that and stay focused today. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Stel me niet teleur, zegt de ingenieur. We ook zeker niet willen. Er staan belangrijke punten, mochten we daar op eindigen, op het spel vanwege het gevecht met Pierre Gasly voor P10. Even naar de strategie kijken. Misschien dat we die ook even aanpassen naar soft medium. Zit er gewoon even te kijken wat mogelijk is. Om zo min mogelijk tijd te verliezen.
kijken wat gewoon de beste optie is. We doen gewoon lekker gewoon soft, medium. Net als de rest, gaan wat later naar binnen en nemen extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. Jazeker. En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde hier in Mexico. Met dus onszelf op P10. Nadat we geen tijd hadden neergezet in Q3 vanwege die crash. We moeten ervoor zorgen dat we wel mooie punten pakken in de wedstrijd. Kom aan bij het einde van onze formatieronde. Nog even die banden goed opwarmen voor de start. En komen keurig in onze gridstall terecht. Nu is het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. Wees voorbereid met de clutch en dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 15. De ene laatste ronde van seizoen 1 is onderweg en we komen goed weg. Beter dan Oscar Piastri, die is al gelijk verschalkt. En daar ook al Norris en Sainz te grazen genomen. Lukt dat? Nou, Norris heeft een betere topsnelheid. Alonso naar P6, die kunnen wij hier aanvallen aan de binnenkant. De Leclerc net niet, tikken de monegast daar op de achterkant aan. Maar Fernando Alonso verschalkt. Wel een kleine touché met de Spanjaard. Geen problemen, nu is het op naar Charles Leclerc. Die kunnen we hier al aanvallen. Hebben een betere tractie vanwege die zachte banden. Perez en Hamilton knokken samen om P4. Leclerc zit er nog aan die binnenkant. Maar dit keer is P5 echt voor ons een goede start hier in Mexico. Nu is het misschien door naar Sergio Perez. Maar die Red Bull is vele malen sneller dan onze auto. ERS deployment mode moet op 1 staan omdat we wat problemen hebben met de MGUK. Gat naar Leclerc, inmiddels 15e. Kunnen naar Perez toe rijden, maar ik denk nog niet echt aanvallen. Misschien hier dan op de exit. Nee, want we hebben daar een moment overstuur. En Perez rijdt weg. Russell noteert de snelste raceronde. En we zitten in ronde nummer 2 van de race. Einde ronde nummer 2, begin ronde nummer 3 als dit keer Hamilton de snelste raceronde laat noteren. Maar die wordt al snel verwerkt door Pierre Gasly met 1.20.5. DRS is er beschikbaar gesteld. Daar zit Leclerc aan de buitenkant en is er voorbij. Maar we geven niet op en remmen laat naar de Ferrari-rijder toe. Nog steeds P5. 10 belangrijke punten als het zo zou gaan eindigen. Daar wel een flink moment op de exit. Moment overstuur dus. Maakt niet uit. Alonso naar P6. Rijdt op die zachte band. Jongens voor ons rijden op de harde band. Dus die gaan later naar binnen dan onszelf. Onder nummer 4 als weer Charles Leclerc naar ons is toegereden en probeert aan te vallen. Maar daar zit Alonso. Wij blokkeren Charles Leclerc. Alonso is er voorbij. Leclerc is er ook voorbij, zie ik. En pakken Leclerc daar terug aan de binnenkant. Alonso is ons gepasseerd voor P5. Wij rijden dus nu op een 6e positie. En je ziet al gelijk dat de Spanjaard al helemaal van ons aan het wegrijden is. Dat gat is nu al ruim 19e. Een seconde. Wordt denk ik alsmaar groter in de wedstrijd. Nog 21 rondes te gaan in de race. Leclerc en Gasly. Onze rivaal in het klassement. Pierre Gasly rijdend op P8 met de snelste raceronde. Ronde nummer 6 als Gasly dit keer naar ons is toegereden. En Val probeert aan te vallen en is er ook voorbij. Raken daar elkaar wel. Voor P7 is dit. En hij is er voorbij. Esteban Ocon kijkt ook misschien mee. Daar proberen wij Gasly te raden. Terwijl het lukt helaas net niet. Hebben ook maar weinig ERS meer over. En Ocon aan de buitenkant is er ook voorbij. Proberen laten remmen naar de Fransman. En dat lukt. Positie weer teruggepakt. P8 is dus weer voor ons.
Nu moeten we hopen dat we kunnen bijblijven bij Pierre Gasly, anders hebben we een probleem. Want daarna gaat Ocon ons voorbij. Daar gaat Ocon ons voorbij. En in ronde nummer 8 of 9 duiken we naar binnen voor de medium band. Hopen dat Sainz ook ons niet kan gaan passeren. Anders zou dat heel pijnlijk zijn voor ons. Hebben we daar een moment op de curbstone en Ocon is gewoon gezien. Wij rijden dus nu op een 9e positie. Bandenconditie zien er nog goed uit, zegt de ingenieur. We kunnen bijblijven bij Ocon, tot onze verbazing. Daar zit Sainz. En hij is er ook voorbij. Wij rijden dus nu op een P10. Proberen Sainz wel terug aan te vallen in bocht 1. En de beide Alpines hebben het met elkaar aan de stok. Dat betekent dat die twee elkaar gaan ophouden. En dat wij misschien naar Gasly en Ocon kunnen gaan toerijden voor een aanval. In ronde nummer 11. Nog 14 rondes te gaan in de race. Eindronde nummer 11, beginronde nummer 12. Als ik naar binnen duik voor de mediumband, de laatste pitstop dus gepland. En met nog 13 rondes te gaan, moeten wij dit wel uitrijden op de medium compound. Op een prima pitstop. Helaas niet. Band. Problemen bij de pitstop. De band wou er niet vanaf. Daardoor is het gat naar Ocon groter geworden dan gepland. Het gat is nu al ruim 3 seconden. En wij komen terug op P17 in de race. Jammer van de pitstop. Maar goed, niks aan te doen. Nu is het hoofd koel zien te houden. En doorrijden naar de beide Alpines. Ocon en Gasly. Daar hebben wij Sainz. Die is geundercut. Gele vlag wordt hier gezwaaid. Daar is iets gebeurd. En safety car op de baan. De safety car op de baan geroepen. Ik weet helaas niet waarvoor, want niemand valt uit. Ik denk dat iemand gewoon is gespind. En heel lang heeft stilgestaan. En daardoor dat de safety car op de baan is uitgeroepen, dat vindt de race director. Misschien vond hij het te gevaarlijk. En daardoor moest het veld worden geneutraliseerd. Ronde nummer 15. Nog 10 rondes te gaan als de safety car naar binnen duikt. En we kunnen misschien Gasly gaan aanvallen. Hebben Ocon ook voor ons. Bij de Alpines, daar zitten wij nog mee in gevecht voor P9 in het coureursklassement. Zijn dus ook niet al te ver verwijderd van P9 dus. En gaan weer los hier in Mexico. Met Lewis Hamilton aan de leiding. En wij proberen al gelijk bij Gasly naartoe te rijden, maar dat lukt niet. De Alpine is heel veel sneller op dat rechtstuk. Rijdt ons gewoon eruit. We moeten het hebben van het aanrempunten. Aan de binnenkant, hier bij Gasly, jazeker. Een beetje wielmengen met elkaar, maar dat is P7. Belangrijke inhaalactie voor het klassement. Op naar Esteban Ocon. Voor P6. Aan de buitenkant. Lukt helaas net niet. Jammer. Onder nummer 20 is het. Als Gasly naar ons is toegereden. Hebben Ocon dus inmiddels wel ingehaald. Gasly aan de buitenkant is een touché. Een kleine touché maar. Laten hem niet al te veel ruimte over. En duwen de Fransman daar helemaal wijd. In bocht nummer 1. Alonso zit te ver weg. 3 seconden is het gat. Wat kan Esteban Ocon? Niet zoveel. Er zit klem achter ons. Zou betekenen dat wij weer grotere stappen van Gasly vandaan gaan. In het coureursklassement. Einde ronde nummer 20. Begin ronde nummer 21. Als Ocon dit keer naar ons is toegereden. Voor een aanval voor P6. Lukt daar niet aan de binnenkant. Wordt geblokkeerd. Zit dit keer wel voorbij. 3 dik. Omdat Gasly er zich mee bemoeit. Heel close tussen mezelf en Ocon.
Gaat maar net goed in de grote prijs. Nog steeds P6. Ocon nog steeds achter ons. Probeert het aan de binnenkant. Hij is er voorbij, maar wij geven hem weinig ruimte. Bijna een touché met ons tweeën. Ocon moest daar even op dat broodje heen. Daardoor sprong de auto bijna tegen ons aan. MGUH heeft een probleem. Moeten dus de componenten in de volgende wedstrijd gaan vervangen. Dat is de laatste race van seizoen 1. Maar kunnen wij deze ene laatste race van seizoen 2 overleven? Geel in sector 2. Omdat er iemand gaat uitvallen. Daar zit Ocon aan de buitenkant. Maar is er nog niet voorbij. Er valt daar iemand stil. Wie is dat? Dat is Carlos Sainz. Carlos Sainz, uitvaller nummer 1 in de wedstrijd. Herhaling wat er is gebeurd. Gebeurde vlak achter ons hier. Motorisch probleem. Dat achter Gasly. Motorisch probleem voor de Spanjaard. 0 punten voor de Ferrari-coureur. Leclerc op P4 kent een matige wedstrijd. De Ferrari doen het gewoon niet goed. Weer terug in ronde nummer 21, omdat zometeen Ocon weer ons kan gaan aanvallen voor P6. Gooi je het laatste restje overtake, ERS, aan. Om ervoor te zorgen dat Ocon er ons niet voorbij kan. Maar ja, hij is er voorbij. We zijn ook gewoon kansloos. Wat kan Gasly trouwens? Niet zoveel. Vallen Ocon daar terug aan. Nemen een kortere lijn aan de eerste bocht. Ocon ziet dat. Schrikt daarvan. En wij rijden weer terug op een zesde positie in ronde nummer 22. Nog 3 rondes te gaan in de race. Boeiende gevechten hier in Mexico. Voor belangrijke punten in het klassement. Gele vlag. Zeg ik dat goed? Dat zeg ik niet goed. Excuses. Ik dacht even dat het geel was, maar helaas dus niet. Daar zit Ocon. Wordt daar flink geblokkeerd. Het mag eigenlijk niet. Toch doen we het. Hebben we geen ERS meer over, maar pakken hem hier terug aan de buitenkant. Laat remmen. Meer snelheid meenemen in de eerste bocht. En dat is nog steeds een zesde positie in ronde nummer 23. Nog 2 rondes te gaan in de race. Alles ziet er goed uit, zegt de ingenieur. Ronde nummer 24 is het. Als Gasly is teruggevallen tot achter Lando Norris, rijdt op P9. Dit kan cruciaal zijn voor het wereldkampioenschap. Wat kan Ocon, wat kan Norris nog? Voor P7 en P8 in de wedstrijd. Gele vlag, omdat daar iemand gaat uitvallen. En ik denk dat dat Pierre Gasly is. Die de strijd hier moet staken. Belangrijke punten gaan voor de Fransman in rook op. Dat betekent dat wij afstand nemen van de Fransman in het wereldkampioenschap. En dichter bij Ocon komen. Mocht Norris nog zou gaan aanvallen. Laatste ronde loopt in Mexico. Wat kan Ocon, wat kan Norris? Ik denk dat Hamilton de wedstrijd hier gaat winnen voor George Russell. Daar zit Ocon. Kan er niet langs. Wordt daar geblokkeerd door ons. Wat kan Norris? Hier in de eerste bocht. Zit ernaast bij de Fransman. En is er voorbij. Jazeker. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Herhaling wat er is gebeurd met Pierre Gasly. Motorisch probleem. Motorisch probleem. De Renault motor houdt ermee op. Punten gaan verloren bij Gasly. Neemt daar bijna die Williams mee in zijn actie. Jammer, maar helaas gebeurde in ronde nummer 24. 0 punten voor de Fransman. Norris voorbij Ocon. Wat kan hij nog bij dit laatste DRS gedeelte? Zit aan de buitenkant. Is hij nog niet voorbij. Remmen als laatste. George Russell wint de wedstrijd. Lewis Hamilton op P2. Verstappen op het podium. Dat betekent dat in de laatste wedstrijd het kampioenschap nog beslist gaat worden. En wij pakken weer belangrijke punten. Worden zesde in de grote prijs van Mexico. Goed gedaan. Uitstekende race. En is op naar de laatste wedstrijd voor seizoen 1. We'll see you in Parc Fermé. It's victory in Mexico then. And what a victory it is. After an incredible Grand Prix. Tell me, Anne,
How do you think they were able to deliver such an incredible result today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. George Russell wint dus de grote prijs van Mexico. Lewis Hamilton naar P2. Verstappen op het podium. Wij dus naar een P6. Verstappen krijgt Driver of the Day. Vind ik een beetje onterecht. Klassement. 17 punten verschil naar Hamilton en Verstappen. Laatste race. Wordt het dus nog spannend? Of kan Verstappen die wereldtitel gewoon binnenhalen? Wij nemen afstand van Gasly en naderen zelfs Esteban Ocon. Hoewel, het gat is 8 punten. Wordt nog lastig. Maar goed, je weet het maar nooit. Prima race dus van ons. Goed gedaan. Jammer van Richard Verschoor dat hij geen punten wist te pakken. De rivaliteit breekt dan met mezelf en Esteban Ocon. Plus 4 van mij, plus 3 voor de Fransman. 11 tegenover 9 met nog 2 races te gaan. Eigenlijk nog 1, want dit is de ene laatste wedstrijd en die zit er al op. Team acclaim, level 14 in het team. Level 10 mijzelf, level 10 Verschoor. Doet het dus extreem goed daarmee. Helaas. Oh, ik dacht even dat ik iets anders zag. Beide sponsoren dus binnengehaald. Ja, helaas heb ik dus 30.000 misgelopen. $95.000 erbij. In totaal $4.29 miljoen. Hebben we het geld om Verschoor te gaan verlengen voor nog een seizoen? Of we kunnen gaan kijken voor een andere rijder die wel punten weet te pakken. Maar goed, dat is allemaal voor de volgende video. Ik ga deze video in ieder geval afronden. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij hem niet leuk vindt. Trouwens, nu op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 23. My Team Career Mode content elke zaterdag en zondag om 1 uur in de video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan. Zeg geen enkele race meer van mij mis. En volg mij even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen zijn in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.